dat was raar. Hallo allemaal. En goedemorgen. Het is woensdag 1 april 2020. En dit is dag 17 van de zombie apocalypse. Mijn naam is Vidioot. En ik ben een echte fanboy. Een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Moet je kijken, leuke foto dit, hè? Deze hebben we te gek. Dag mevrouw de burgemeester, goedemorgen, hoe is het met u? Burgemeester Halsema en ik zijn min of meer dezelfde leeftijd. Ik ben net jarig geweest. Zij is bijna jarig. Nog 2 weekjes of zo. En zij heeft 2 kinderen, heeft zij. Van 15 of 16 jaar oud. Een vreselijk leuke tweeling. En die kinderen van haar, die zien er ongeveer zo uit. Zo met zo'n telefoon in hun handen. En daar heeft zij er 2 van. Wij hebben er eentje. Als je er 2 hebt, dat is dubbel het plezier. Ik neem aan dat iedereen het heeft. Dit vind ik ook trouwens een leuke foto. Ik neem aan, oh hier kijk, ze hadden die meneer eruit geknipt. Zie je dat? Die meneer die achter haar liep. Dat is ook misschien wel terecht. Maar ja, hier hebben ze hem wazig gemaakt. Dat is misschien netter. Ik neem aan dat iedereen het heeft kunnen volgen. De maatregelen, de vele coronamaatregelen, zijn gisteren verlengd door onze minister-president. En de scholen en alles blijft nu dicht. Tot en met 28 april, scholen zelfs tot en met de meivakantie. Volgens mij is dat een paar dagen daarna, 3 mei of zoiets. Dat nieuws werd hier gisteren door zo'n eentje. Juichend en springend ontvangen. Die vond het helemaal niet erg. Hoe reageerden uw kinderen, mevrouw de burgemeester? Vonden ze het ook zo zwaar dat ze niet meer naar school mochten? Dit vind ik een leuke foto. Ik denk dat het hele schooljaar gewoon voorbij is. Maar goed, juichen en springen. Juichen en springen. Jee. Niet naar school. Nee, die van ons die staat overal dik voldoende voor. Dus die hoeft zich niet echt druk te maken om haar cijfers. Hè. Als je hele slechte cijfers hebt, dan denk ik dat je misschien liever toch wel naar school gaat of zo. Weet ik niet, kan ik niet beoordelen. Hoe reageerden uw kinderen? Hoe staan die ervoor op school? We duiken erin. Lieve mensen, ga er maar voor zitten, want het is alleen maar slecht nieuws weer. Dit is gisteren. 12.500 mensen, meer dan 12.500 mensen, positief getest. En we hebben gisteren te horen gekregen dat we nog heel veel meer gaan testen. Omdat we nu meer testkits hebben. Dus dat is heel erg positief. Dus dit getal gaat gigantisch stijgen. Niet zozeer omdat er zoveel besmettingen bij komen. En omdat je veel meer mensen gaat testen. Dus je pakt een groter net. Dan vang je meer vis. Dan zijn er nu gisteren zijn er maar liefst 722 mensen naar het ziekenhuis gegaan. Dat is heel erg veel. Maar ook daar kregen we gisteren heel positief nieuws over. Namelijk, we hebben geen 1150 bedden. We hebben al 1900 bedden. En met een week of zo. En er komen nog meer bedden bij. Dus ze zijn er echt fanatiek mee bezig. Proberen meer intensive care bedden te regelen. Hoe ze dat gaan doen, weet ik niet. Want daar hebben ze ook beademingsapparatuur bij nodig. En dan gisteren, ja, afschuwelijk nieuws. Namelijk 175 Nederlanders overleden. Aan deze vreselijke ziekte. En dat brengt het totaal nu op meer dan 1000. Het is
Absoluut afschuwelijk. Zoveel mensen in één dag. Het is heel, heel, heel erg schrikken, is het. Afschuwelijk. Al die arme mensen. Ja, allemaal gecondoleerd. Het zal nog wel een tijdje zo doorgaan. Het is onvoorstelbaar als je naar deze cijfers aan het kijken bent. En dan valt het voor ons hier in Amsterdam relatief mee. Voor ons in Nederland valt het relatief mee. Je wil op dit moment niet in Amerika zijn. Of in Italië. Dus ja, ik vind dit al afschuwelijk. Goed. Dan kwam ik gisteren deze tegen. Het staat er echt. Pentagon weigert evacuatie van vliegdekschip met 100 coronabesmettingen. Wat? Dit vliegdekschip vertrok vanuit Vietnam. En al die bemanningsleden werden getest. Zo van, jullie hebben geen corona, toch? Nee, nee, we hebben geen corona. Dus die zijn lekker gaan varen. En toen hadden ze, wat staat het? Een week geleden waren 8 mensen positief getest. Nu zijn het er 100. Dus dat is prachtig. Denk cruise, schip. Maar nou nog veel, veel erger. Want op een vliegdekschip kun je geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Ze gaan extra medische hulpgoederen naar dit vliegdekschip brengen. Maar ze gaan niet die zieke mensen ervan afhalen. Dit zijn ook bovendien allemaal hele gezonde militairen natuurlijk. Die hartstikke hard trainen, et cetera. Dit zijn geen bejaarde longpatiënten op dat vliegdekschip. Maar het is wel mooi. Het Pentagon komt je niet evacueren. En dan kwam ik deze tegen. De Amsterdamse kinderombudsman. Dat wordt ook wel de gemeentelijke kinderombudsman genoemd. Laat leerlingen in onveilige thuissituatie wel naar school komen. Nou, oké, dit moet je een beetje mee uitkijken. Want wie bepaalt wat een onveilige thuissituatie is? Nou, dat wordt bepaald door hele vlotte mbo-meiden van over het algemeen jeugdbescherming. En dat zijn allemaal mbo-meiden van eind 20... in zo'n vreselijk leuke H&M-outfit met van die vreselijk leuke gimpjes en zo'n grote meidentelefoon. En ik heb het idee dat we dat niet aan hun moeten overlaten, want die meiden die hebben zelf allemaal geen kinderen. Dan, hoe heet onze gemeentelijke kinderombudsman? Zij heet Anne-Martien van der Does. Wij noemen haar liefkozend Tante Martien. En Tante Martien was vroeger rechter en tegenwoordig is ze kinderombudsman. Maar veel belangrijker, let u op mevrouw de burgemeester, Tante Martien is geen arts. Die weet niets van besmettelijke ziektes. Dus wat Tante Martien hier aan het brullen is, is vrij dom natuurlijk. Want ja, goh, kind kan in een tussen aanhalingstekens onveilige situatie thuis zitten. Weet ik veel, te veel vervelende broertjes. Ouders die door een echtscheiding gaan, ik heb geen idee. Maar het lijkt me nou niet de bedoeling dat het kind dan besmet moet worden met een hele ernstige ziekte. Dus hoe gaan we dat kind uit die onveilige thuissituatie naar die onveilige school brengen, waar de schoonmakers 1 keer in de week langskomen? Ben je nou mee bezig, man? Maar goed, hier ergens verderop in het artikel, dan legt ze uit. Hier, wat mij betreft mag de maatregel uitgebreid worden, zodat ook kinderen die thuis niet goed geholpen kunnen worden, bijvoorbeeld omdat hun ouders een taalachterstand hebben, wel naar school kunnen gaan. Ja, dat zei ze voordat de scholen dichtgesmeten werden, tot 28 april. Onveilig, ik weet niet, is het onveilig als je ouders een taalachterstand hebben? Ik weet het niet. Maar goed, dus het is een fantastisch idee. Stuur die kinderen naar school zodat ze een enge ziekte kunnen krijgen. Een eng virus en dan kunnen ze heel veel andere mensen besmetten. Dat is een heel stuk beter dan in huis zitten bij 2 ouders die alleen maar Engels spreken of alleen maar Italiaans.
En hier dan, dit is van Hanneke Keultjes en Paul Vught. Paul Vught doet maar misdaadjournalistiek. Nog meer kwetsbare kinderen. Nou, dat zijn leerlingen die het niet zo goed doen op school. Wat gaan we met die kinderen doen? Sommige kinderen die hebben thuis geen computer of thuis geen internet. Hoe moeten die dan digitaal onderwijs volgen? Dus daar maken we ons ook heel druk om. Wat raar is, want het hangt een beetje van de leeftijd af. Maar in deze leeftijd, tieners met zo'n telefoon, die gaan liever niet naar school. Die gaan liever niet naar school. Hoe zit dat met de kinderen van de burgemeester? Zij heeft een vitaal beroep. Moeten haar kinderen naar school? Nee. Goed, dus ja, we zijn begripvol, maar we zijn ook bezorgd. Dan hebben we de grootste chagrijn van Amsterdam. Dat is de hoofdcommissaris van politie. En die meneer die heet Frank Pauw, met dubbel A. En die maakt zich druk op alle dingen. Zie je dat? Op alle foto's. Frank Pauw kan er niet normaal uitzien. Hij ziet er altijd een beetje zo uit. Chagrijnig en boos. Hele nare, vervelende meneer, vind ik hem. Altijd maar klagen. Hij wilde mensen preventief gaan fouilleren en dat soort dingen. Zo'n patserauto's gewoon van de weg afhalen. Je hebt een hele dure auto. Ja, ik verdien heel veel geld. Bewijs het maar. Nou, ik was nu gewoon onderweg naar huis, naar mijn vrouw en kinderen. Nee, nee. We weten hoe jij in die dure auto komt. Ik heb ook geen dure auto. Beetje een rare chagrijnige man. En die maakt zich hier druk in een interview. Hij is heel blij dat alles dicht is. En er zijn jongeren die voelen zich onkwetsbaar. Die moeten waarschuwingen krijgen, weet je. Niet voetballen, niet rondhangen buiten, jongens en meisjes. Niet tongzoenen, geen handje vasthouden, niet vingeren. Niet masturberen. Geen blikjes drinken, geen joint roken, niks doen. Binnen zitten. En als je naar buiten moet, 1,5 meter afstand houden van iedereen. Er zijn sommige kinderen die doen dat niet. Hoezeer, dit is de leukste, hoezeer is het politiewerk in de afgelopen weken veranderd? De criminaliteit waarvan aangifte wordt gedaan is sterk afgenomen. Straatroven en overvallen zijn er 50% minder. Inbraken 40% minder. Ongevallen zijn gewoon mensen die ongeluk krijgen in het verkeer, et cetera, waar politie uit de pas komt, of ongeluk in huis. 30% minder, want er is weinig verkeer. En de aanvoer van arrestanten is heel fors afgenomen. Dit is echt fantastisch nieuws. Het spijt me, wat er gaande is, is absoluut afschuwelijk. Maar zoveel minder misdaad. Is echt fantastisch. Sorry, het spijt me, maar het is gewoon fantastisch. Dit is ongekend, dit. Voor een grote stad als Amsterdam. Het is echt ongekend. Dat heeft de politie nog nooit meegemaakt. Dan zegt hij daarna, daarentegen lijkt de overlast toe te nemen. En maken we ons nadrukkelijk zorgen om een toename van huiselijk geweld. Nu zoveel mensen thuis zitten, al zien we die nog niet. Ik heb geen idee of dat zo is. Hoe zou je dat meten? Is het zo dat mensen meer ruzie met elkaar gaan maken als ze binnen zitten? Ik niet. Ik ben single. Ik ben happy single. Ja. Dus ik heb dat. Ik weet het niet. Hoe zou ik het vinden om opgesloten te zitten met mijn ex-vrouw? Ik zou dat wel trekken. Ik zou dat wel trekken. Ik zou niet helemaal. Ik ben een makkelijke jongen. Ik ben een makkelijke jongen. Weet je, je moet jezelf een beetje wegcijferen. Je moet niet zo zijn als hij. Kijk, als je op deze manier erin gaat, weet je, zou hij er thuis ook zo uitzien? Tegen zijn vrouw en zijn kinderen? Nee, jullie blijven binnen. Nee, kan me niet schelen wat die jongen, kan me niet schelen wat hun ouders doen. Je gaat mee naar het bureau hoor. Ik neem jezelf mee naar het bureau. Ik trek het internet eruit en je gaat mee naar het bureau. Dit is ook trouwens van Paul Vught. Hij is misdaadjournalist. Maar goed, overlast, huiselijk geweld. U bent gewend om achter criminelen aan te zitten, maar moet nu veel vaker op slordige burgers af. Hoe ervaren uw agenten dat? We vangen nog steeds boeven. Dat zei hij echt. Boeven vangen, really? Oké. Okay. We vangen nog steeds boeven
En de recherche, hij heeft nog genoeg zaken liggen. Daar zitten ze ook niet met de voeten omhoog. Ondertussen is onze aanwezigheid op straat hoog nodig. Daar steken we veel tijd in. Kijk, en dat is iets waar ik me dan wel zorgen maak. Luister, Frank. De straten zijn leeg. Op het moment dat jij lege straten hebt en daar allemaal extra politie op neer gaat zetten, dat ziet er raar uit. Drukke straten, daar wil je veel politie. Drukke pleinen, daar wil je veel politie. Drukke evenementen, daar wil je veel politie. Maar lege straten, daar wil je geen politie, denk ik. Maar hij dus wel. Hij zet zich schrap voor straks. Zie je, dit is Frank die zich schrap zet. Hij ziet er een beetje uit alsof hij moet poepen. Ik mag hem helemaal niet. We waarschuwen in dit stadium vooral. Iedereen moet wennen. We hebben pas een handvol corona-gerelateerde boetes uitgeschreven. Het bonnen schrijven zal op enig moment toenemen. Want wie niet horen wil, moet voelen. Maar we proberen mensen er vooral van te overtuigen dat we met een gezamenlijk probleem zitten. Ja, wie niet horen wil, moet voelen. Dat zie je ook aan zijn gezicht. Zou die zo zijn met zijn eigen kinderen? Frank, mag ik jou wat vragen? Heb jij kinderen wel eens geslagen? Of je partner? Je wil niet horen. Kom hier! En dan moet je voelen. En dan ranselt Frank je misschien wel helemaal af. Doe je dat met je riem? Of doe je dat met een krant? Of doe je dat met de vlakke hand? Doe je dat ook bij de hond? Frank? Wie niet horen wil, moet voelen. Maar goed. Dat was onze Frank. We gaan door. Het is allemaal strafrecht. Het is school en strafrecht voor morgen. Strafzaken in pauzestand, langer in voorarrest. En waar gaat dit over? Nou, dit gaat over Oussama A, Munir C en Murad B. En deze drie jonge Amsterdammers zitten al 13 maanden vast voor een lange reeks soms gewelddadige straatroven. Waarbij ze vooral peperdure Rolexen buitmaakten. Plus verdenkingen zoals van wapenbezit. Dus daar zitten ze voor vast. En hun zaken worden gepauzeerd, hun strafzaken. Dus die jongens die moeten nog langer in de cel blijven zitten. Dat vinden die jongens natuurlijk niet leuk. En er was er eentje die kwam aan het woord, die ging een beetje, kijk, die ging huilen. Dus dit is Oussama A, huilend. Ik vind het binnen, hij bedoelt in de cel, in de gevangenis, zo moeilijk. En wil overal aan meewerken om naar buiten te mogen. Mijn kleine neefje herkent me niet eens. Ik hou het niet meer vol. Dat is wel heel zielig. Ja, 13 maanden, dat klinkt ook afschuwelijk lang. En er zijn niet genoeg enkelbanden. Dus mensen kunnen ook niet in thuisisolatie hun thuisarrest doen, weet je? Vreselijk. Dat is vreselijk, dat is vreselijk. En dan kan ik deze tegen. Dit gaat nu weer over ouders en kinderen. Coronacrisis zorgt voor stress bij Nederlandse gezinnen. En dat blijkt uit een onderzoek. Wat is uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Zilveren Kruis. Meer dan de helft maakt zich zorgen door het nieuwe virus. 38% ervaart meer stress. 28% heeft een korter lontje. En 26% voelt zich somber. Ik zit hierin, in deze. Dit is mijn percentage, dit is mijn cluster. Ik ben wat somber, ben ik gestemd. Maar ja, moet je ook kijken. Hier word je niet vrolijk van. Echt helemaal niet. En 4 weken opgesloten zitten met zo een. Daar word ik ook niet echt vrolijk van. Het valt mee hoor. Serieus, vreselijk lief kind. Doet hartstikke goed de best. Helpt met van alles. Maar boe. Iedere dag. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Terwijl dit soort resultaten binnenkomen, ja, daar word ik somber van. Dus dat ben ik. Ik ben somber.
En daar hebben ze een GZ-psycholoog bij gehad. En die zegt: het feit dat je continu op elkaars lip zit, kan voor velen zeer stressvol zijn. In een normale situatie zijn eigen activiteiten, zoals schoolsport en werk, een belangrijk onderdeel van de gezinsdynamiek. We missen nu die natuurlijke balans tussen wel en niet samen zijn. En dat geldt met name voor ouders met jonge kinderen. Die zijn het helemaal aan het verliezen. Die zijn het zat. Die zijn bezig aan het worden zoals hem. En zo. Helemaal gestrest, kort lontje. En dan kwam ik deze tegen. Dit is verreweg het allerbeste artikel ooit. Hoe lang blijven we braaf gehoorzamen? Dit is van Bas Soetenhorst in het Parool. Het einde is nog niet in zicht van alle maatregelen. Het nieuwe normaal stelt Nederland en het kabinet Rutte maximaal op de proef. Nou, een beetje vooruitlopen op wat er dinsdagavond gebeurde, dus dat weten we al. Opgescheept met gezin. Ja, het is een beetje voortborduren op, weet je dit. Ik zit thuis opgescheept met mijn gezin. Kort lontje, chagrijnig. Onveilige situatie voor die kinderen. En stuur die kinderen naar school. Het is een offensief. Komt hier. Al passen we ons heel zijn eisen we, hè? Dit is de we-toon, want Bas Soetenhorst die maakt hetzelfde als mij mee. Al passen we ons snel aan, het contrast met de wereld van voor het coronavirus is immens. Natuurlijk kunnen we veel dingen online afhandelen, maar iedereen met schoolgaande kinderen in huis ervaart dat digitale lessen in de praktijk rommelig, zo niet chaotisch verlopen en dat het een hele kunst is om wekenlang met het eigen gezin opgescheept te zitten met weinig of geen privacy. Alleenstaanden missen juist contacten. Om maar te zwijgen van ouderen die bang zijn besmet te raken. Ja, ik vind het helemaal niet erg om opgeschreven te zitten met mijn gezin. Liever met hun dan bijvoorbeeld met Frank. Ja, als ik met hem in huis zou moeten zitten, dat wordt ruzie. Kijk, wat een chagrijn dat is. Frank, gast, hou je bek. Laten we gewoon een film kijken. Of we doen een spelletje, weet ik niet. Monopoly, daar zijn we even bezig. Maar relaxen. Bestel Chinees. Ik wil helemaal geen Chinees, ik wil gewoon een boterham met kaas. Is goed, Frank. Neem lekker een boterham met kaas. En dan komen de rampenvragen. Wat gebeurt er als de temperaturen oplopen en de stranden en parken lonken? Blijven we dan nog braaf binnen? Ja, dat moeten we namelijk. We hebben net waarschuwing gehad van Frank. Wie niet anders krijgt, klappen van Frank. Kijk maar hoe hij eruit ziet. Wie niet horen wil, moet voelen. Die pakt de mattenkloppen. Of zijn riem. Dus ja, wij blijven. Sorry Bas, ik blijf dan gewoon braaf binnen. Ik adviseer jou hetzelfde te doen. Donker scenario. Dit is het doemsday. Te vrezen valt dat het kabinet Rutte verder op de proef zal worden gesteld naarmate de intelligente lockdown langer duurt. Als de economie verder bergafwaarts gaat en meer mensen hun baan verliezen, zal de roep om verlichting van de maatregelen aanzwellen. Ik denk het niet. Ik denk dat mensen gewoon echt liever geen enge ziekte krijgen. En daar komt het. Tegelijkertijd dient zich een donker scenario aan bij de ziekenhuizen. De verdubbeling van het aantal IC-bedden is vermoedelijk niet genoeg voor de opvang van alle patiënten. De bewonderenswaardige inspanningen van zorgverleners ten spijt. En daar moeten we ons echt goed zorgen maken. Ik vond het nieuws gisteren, let u op, mevrouw de burgemeester, ik vond het nieuws gisteren vrij positief. Er waren veel meer bedden dan verwacht al. En we gaan heel veel meer mensen testen. We moeten geen wonderen verwachten, denk ik. Maar ja, ik zou zeggen, neem een lege sporthal. Al die sporthallen zijn leeg en bouw dat om. Zo'n basketbalhal of zo'n binnen tennishal of zo'n binnen zaalvoetbal ding.
En vul dat met bedden. Je moet alleen wel die bedden hebben, want anders houdt het een beetje op. En anders, veldhospitaal, bel het leger. Frank belt ze wel. Ik zeg, nee, ik bel helemaal niemand, dat kun je zelf doen. Daag. Dan komt het. Al meer dan 1000 coronapatiënten liggen op de intensive care. Als de toestroom aanhoudt, zal Nederland met de hoed in de hand over de grens moeten kijken. In de hoop op Europese solidariteit. Dat het kabinet juist nu voorop loopt in een financieel conflict met Zuid-Europese landen is in ieder geval qua timing zeer ongelukkig. Verwijten daarover snijden meer hout dan die over de warrige communicatie. We moeten lief doen tegen onze buren, onze Europese buren in het zuiden, met name Spanje en Italië. Die willen namelijk een noodpakket aan maatregelen door de EU. Voornamelijk geld willen ze, gratis geld. En Nederland, ja, wij hebben onze zaakjes beter op orde. En onze minister had zoiets gezegd van, goh, waarom? Waarom is het zo'n zootje dan in Spanje en Italië? En toen werd iedereen heel boos op hem. Hoe lang blijven we braaf gehoorzamen? Nee, ik ben bang voor Frank. Echt bang voor hem. Moet kijken. Die gaat blaffen en grommen. Dus ik blijf binnen. Ik hou me daar gewoon uit. En ik ga gewoon lekker 4 weken binnen zitten met zo heen. Ietsje langer zelfs dan 4 weken. En ik heb er niet zoveel problemen mee. Ik bedoel, ja, ik kan huilen en gillen en stress en kort lontje. Dat schiet niet zo op. Ik denk dat het beter is om vooral kalm te blijven. Dat is eigenlijk ook, burgemeester Hansma kan erover meepraten. Dat is eigenlijk de kern van wat opvoeden is. Kalm blijven en het gewoon een beetje over je heen laten komen. Gewoon een beetje kalm blijven en het over je heen laten komen. Als je ergens om wil stressen, zorg dat je niet ziek wordt, weet je wel. Doe plastic handschoentjes aan. Ga zo kort mogelijk naar de supermarkt. Blijf zoveel mogelijk binnen. Dat is stressvol genoeg, denk ik. En alle andere dingen zou ik gewoon een beetje over me heen laten komen. Wees blij dat je niet op dat schip zit. En kun je je voorstellen dat je ziek bent, op dat schip zit, en dat je op dat schip zit met Frank. Mijn god, ik zou me gillend gek worden. Dan zou ik wel echt heel veel stress ervaren. Ik zou somber zijn. Somber. En stress. Dan zou ik in 2 clusters vallen. Ik zit me trouwens te denken, wat als ik naast Frank gewoon in een trein zou moeten zitten of zo? Of in een wachtkamer bij een tandarts. Dat zou ik ook al niet trekken. Wat een afschuwelijke vent is hij. Hij kijkt altijd zo chagrijnig. Alsof hij zich niet lekker voelt. Alsof hij boos is op iemand. Zou hij kinderen hebben? Zulke? Die kinderen mogen vast niks. Die zitten in een kamer met tralies voor het raam. Nee, ik had gezegd 7 uur binnen. Dat was je niet. Wie niet hoort wil moet voelen. Dus tralies voor je raam. Nee, dat mag ik wel, want ik ben de hoofdcommissaris van politie en ik heb een vuurwapen. Kijk uit met me. Ben het zat. Frank zet zich schrap. Nou, Frank, dankjewel. Wij gaan ons ook schrap zetten. Mevrouw de burgemeester, wij gaan een hele maand van quality time tegemoet. Met onze liefstallige teenager. En ik moet eerlijk zeggen, ik maak me daar helemaal niet zo heel druk om. Ik denk dat wat te doen is. En ja, we hebben geen keuze. Dus kiezen op elkaar. We zetten ons schrap. En we gaan dit met z'n allen doen. Lieve mensen, dat was hem weer van vandaag. Ik blijf verslag doen van de zombie apocalypse vanuit mijn bunker in quarantaine in Amsterdam. Blijf allemaal gezond en blijf allemaal zoveel mogelijk binnen. Tot de volgende keer.